Vanaf 8 oktober begonnen 27 onervaren muzikanten met een project, genaamd het Nieuw Talent Orkest Horns Kroon. Wekelijks kwamen ze bij elkaar om te leren in een orkest te spelen en zaterdagmiddag was het tijd om in de Laurenskerk in Kolhorn hun presentatieconcert te geven. Nou, bij het Nieuw Talent Orkest gaat het om muziekverenigingen, mensen die nog nooit muziek hebben gemaakt. Die brengen we in aanraking met muziek, met de blaascultuur en met het slagwerk, zodat ze later, als ze gewoon iets meer langer spelen, dus wat langer spelen bij een club, dat ze de verbinding kunnen krijgen met de muziekvereniging. Het project heb ik in 2016 bedacht. Eerst bij een kleinere muziekvereniging heb ik het uitgewerkt. En op een gegeven moment door de jaren heen hebben we het verder ontwikkeld met YouTube-filmpjes en meespeeltracks en met video-instructies. En uiteindelijk hebben we nu een concert van gemaakt waar we toeren het land door. En hoe is het project allemaal verlopen? Hoe is het allemaal gegaan? Nou, het project hier was echt geweldig. We hadden veel deelnemers. Die kwamen wekelijks repeteren. En ze kwamen echt uit de hele regio, vanuit de Hollands Kroon. Ze kwamen overal vandaan. Wekelijks samen met de muziekvereniging, die kwamen te helpen. En er zijn natuurlijk altijd een paar mensen die vonden het lastig in het begin. En die moesten helaas afvallen. Maar al met al hebben we een fantastische mooie ploeg. En die ploeg die gaat nu ook door na 10 weken. En wat houdt het concert hierin, wat jullie hier doen? Het concert. Nou, het concert, vanmiddag was dit een presentatieconcert. Om aan iedereen, dus aan de familie en vrienden en de regio te laten zien wat we in 10 weken hebben gedaan. Dus vanaf nul, van niet kunnen spelen, tot een fantastisch concert geven.